Hallo, ik ben Mo Jones. Ja, zoals jullie zien, dit is mijn ruimte. Dit is het stadslab, het zit daar. Ik zit hier nu al zeker een jaar of 10 al, denk ik. De eerste cd heb ik ook met mijn broer aan de andere kant opgenomen. Nu zit ik al een jaar of 6 hier. En ja, wat doe ik hier allemaal? Ik componeer, ik schrijf liedjes. Ik neem dingen op. Ik neem mijn stem op. Ik geef les. Ik repeteer. Ja, ik doe eigenlijk bijna alles wat met muziek te maken heeft, wat met mijn bestaan te maken heeft, dat doe ik hier. En dat is gewoon helemaal te gek. Ook mede omdat er zoveel muzikanten zijn. En goede muzikanten. Waar ik gewoon, als ik ideetjes heb, dan kan ik gewoon aankloppen en dan kunnen we dingetjes gaan doen. Er is nooit overlast. Ja, god, je zit hier gewoon helemaal perfect. Gewoon, het is gewoon een ideale manier te werken. Wat ook leuk is, is dat bijvoorbeeld Paulette in het Veld, die heeft mijn cd en LP's ontworpen, dus dat is ook hartstikke fijn. Dus, dat wordt er gedaan. Er zijn ook CD, Alkarsje zit hier, een vriend van me, die ook toevallig ook nog eens een keer muziek met me maakt, dus dat is helemaal te gek. Wat zit er nog meer? Er zit hier een yoga lerares zit hier. Ja, goed, er zit echt van alles, maar ja, voor mij is het natuurlijk het belangrijkste dat er muziek zit en dat Paulette hier zat om een mooi hoesje voor mij te maken. Nou, weet je wat ook het belang van een stadsvlog is natuurlijk, dat er op een hele eigenzinnige manier toch muziek, in dit geval muziek, kan worden gemaakt. En dat mensen dus echt een plek hebben waar ze dat ongestoord kunnen doen. Plus het feit dat die symbiose er is tussen de muzikanten, is natuurlijk ideaal.